als je kijkt naar hoe we naar onze dijken kijken en onze normeringen, dan is er best wel veel in veranderd. Het Delta-programma ontwikkelt zich steeds verder en in een vlot tempo. Waarbij het ook elk jaar weer anders is wat daarin staat. En wat daar onder andere nieuw in is, is dat je daar meer naar de meerlaagsveiligheid kijkt. En dan niet eens zozeer naar de eerste en de tweede laag, maar ook steeds meer aandacht is voor de derde laag. En dat is de laag dat zich bezighoudt met calamiteitenzorg en de evacuatie. Nou, dat zijn allemaal onderdelen die flink veranderd zijn en die ook de burger meer gaat merken. Ja, ik ben een waterbeheerder in hart en nieren. En dus water vind ik een heel belangrijk onderdeel in het leven. En ik verwacht ook dat water, met name ook in Nederland, een ontzettend groot onderdeel wordt van onze beleidsvorming en onze plannen en uitvoer. Ik denk dat we dus ook steeds vaker mee te maken krijgen. Dat we er ook vaker mee te maken krijgen dat we het allemaal niet per se 100% op orde zullen houden en krijgen. En dat we daar ook niet alle energie in zullen steken. Dus dat we ook veel vaker de burgers moeten gaan uitleggen wat ze zelf kunnen doen om veilig te zijn. Ik denk dat het wel een ontwikkeling is voor de komende jaren. De opleiding watermanagement, ik denk dat die heel geschikt is voor waterprofessionals. Maar ook breder dan dat, ook voor mensen die nog eigenlijk nauwelijks in het water ooit zijn geweest. Die daar geen opleiding in hebben gehad, maar die daar wel toevallig in zijn beland. En die een beetje overzicht willen krijgen van wat gebeurt er nou in de hele volle breedte op water. En dat is de wetgeving, dat is de dijken, dat is de technologie. Maar ook waterbeheer, hoe is Nederland ontstaan zoals het er nu bij ligt. Nou, ik denk dat dat hele scala, dat hele overzicht, dat een hele mooie kans is om daar zo snel mogelijk in thuis te raken. Als je kijkt naar de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en die zich zullen voortzetten, dan is het wel zo dat we veel bewuster zijn van onze eigen kwetsbaarheid. Het is niet zo dat wij veilig zijn en altijd maar veilig zijn. En wij vinden dat in Nederland heel normaal. Inderdaad kan het dan ook fout gaan doordat er extreem water is, extreme neerslag. En dat heeft te maken met de klimaatverandering. Daar hebben we echt wel mee te maken. Daar hebben we nu al last van. Dat gaan we de komende jaren nog veel sterker merken in zowel de grote hoeveelheden neerslag als te weinig neerslag. Dat we ook heel kwetsbaar daardoor zijn. Ja, en terroristische aanslagen, dat zijn altijd zaken waar je het achterhoofd een beetje rekening mee houdt. Maar daar hebben we in Nederland gelukkig nog niet zoveel mee te maken. Maar in onze protocollen gaan we ervan uit dat als er ergens iets fout kan gaan, om wat voor reden dan ook, dat wij zo goed mogelijk zijn voorbereid.